Als we een boek gaan schrijven, dan hebben we een verhaal nodig. En dat mag van alles zijn. Romantisch, autobiografisch, tragisch, komisch, tragicomisch, noem het maar op, alles kan. Maar wij zijn van het misdaadgenre, dus wij leggen gewoon ergens een lijk neer. En als je een lijk hebt, dan moet je ook een moordenaar hebben. Voilà, de contouren van een verhaal. Vervolgens leggen wij de vier W's op tafel. Namelijk, wie ligt daar? Waar ligt die? Waarmee is hij omgekomen? En waarom is het gebeurd? Kijk, die vier W's die vormen als het ware de kern van je verhaal. En om die kern heen gaan wij bouwen. We hebben andere verdachten, bijvoorbeeld andere mensen die reden hebben om het slachtoffer iets aan te doen. Wegens geldproblemen of vreemdgaan of rare aberraties, het maakt niet uit. Dat plakken we allemaal om die kern heen. Vervolgens zoeken we getuigen. Mensen die iets hebben gezien of iets hebben gehoord. Of mensen die een valse getuigenis afleggen, juist om de lezer in de luren te leggen. Ook dat plakken wij allemaal zo eromheen. En vervolgens, hij wordt dik en dikker en dikker. En dan zeggen we ook, de plot thickens. In goed Nederlands. En daarna gaan we allerlei clues bedenken, aanwijzingen bedenken, geitenpaadjes bedenken, waarmee wij de lezer kunnen misleiden. En dat plakken wij allemaal om die kern heen, tot we een hele mooie dikke ui hebben. En dan begint het boek. Dan komt de hoofdpersoon en die gaat al die plakjes van die ui er weer afhalen. Plakje voor plakje, hoofdstuk voor hoofdstuk, tot je aan het einde alleen maar weer die kern over hebt. En we weten waarom het is gebeurd, wat er is gebeurd. Zo gaan we het doen. Alles kan, alles mag. De schrijver is de baas.